mij wordt gevraagd waarom, wat mijn lievelingsboek is. Of liever gezegd, wie mijn lievelingsschrijver is. Nou heb ik geen lievelingsschrijver, maar het laatste boek dat ik gelezen heb, dat is van Houellebecq. Ik vind eigenlijk dat Fransen vrij donkere boeken schrijven. En daar voldoet Houellebecq ook wel aan. Het boek dat ik las was Onderwerping. En het is een heel fascinerend boek, omdat Houellebecq heeft ook een bepaalde visie. En die visie, die heeft hij ook in zijn vorige boeken al laten zien. Maar in Onderwerping komt het helemaal goed naar voren over de oprukking van de islam. En wat dat doet met een land. En met de mensen in dat land. Daarom vond ik het een goed boek. En ik heb het met heel veel plezier gelezen. Het slot is open. Ik zou nog veel meer boeken van Houellebecq willen lezen. Serotonine bijvoorbeeld. Voorlopig houd ik het even, kan ik aanraden, om Onderwerping eens te lezen.